Tijdens de gistingsfase worden suikers omgezet in alcohol en koolzuurgas. Na de alcoholische hoofdgisting van het jonge bier gaat een deel naar eikenhouten voeders om 2 jaar te rijpen. Bacteriële flora en wilde gisten vormen er organische zuren die daarna fruitige esters worden. Zo ontstaat ons gerijpt bier. Hierna kunnen we blenden. Afhankelijk van de verdeling tussen jong en gerijpt bier krijgen we Rodenbach Classic, Rodenbach Grand Cru en Rodenbach Vintage, gerijpt op een door de keldermeester zorgvuldig geselecteerde voeder. De beste voeder van het jaar. Verdere veredeling met rood fruit vormt een nieuw palet aan bieren. Rodenbach Rosso Fruitage is een Rodenbach Classic, gemacereerd met een natuurlijke sap van rode vruchten. Rodenbach Alexander is een Rodenbach Grand Cru, gemacereerd met een natuurlijke sap van Noorderkrieken. En Rodenbach Caractère Rouge is een Rodenbach Vintage gedurende 6 maanden actief gemacereerd met veenbessen, Noorderkrieken en frambozen. Daarna wordt het bier nog een laatste maal gefilterd en gaat het naar een heldere biertank. Tijdens al deze stappen in het brouwproces proeven onze brouw- en keldermeesters op kwaliteit. De ideale combinatie van vakmanschap en genieten.